Ja, lieve mensen, Johnny Glitter hier, de enige echte, samen met Don de Manager. Hey, vandaag hebben we wat moois. We gaan naar Nijkerk, naar de burgemeester toe. We hebben het laatst al een beetje gehad over stemmen, hè, waarom het zo belangrijk is. Nou, en daarvoor hebben we nog een interviewtje met de burgemeester. En die gaat daar ook het een en ander over vertellen. Zullen we rijden gaan? Ja, let's go. Ja, ja, daar zitten we. Hè, hè. Zo, we moeten wel een beetje opschieten hoor. Ik heb geen zin om te laten komen bij die burgemeester. Is dit nou wat weer? Is dat? Kraagt nou niks. Kom op. Ja, dit kan niet. Laatste. Wat is dit? Ja, hij doet het er niet. En nu dan? Ja, Waarom is hij stuk? Oh, wacht maar. Ik heb al een idee. Kom, stap maar weer uit. Hop. Kijk eens, schat. Jij moet zorgen dat jij er snel bent. Pak jij die step. Fix ik die auto, kom ik eraan. Laatste, ik kan toch niet daarop... Hoezo? Gaat toch makkelijk? Dit is sneller dan lopen, jongen. Ja. Doe nou maar gewoon. Hier, jongen, jongen, ding, jongen, jongen. Jij naar die burgemeester toe. Nou, oké. Okay. Kijk eens, bij de gemeente Nijkerk, even een andere bril opzetten. Zo, dan zien ze mijn ogen wat beter. Nou, ik ga die burgemeester interviewen. We zijn hier bij het gemeentehuis. Dus laten we naar binnen gaan. Ja, lieve mensen, het is zover. Ik sta hier in Nijkerk naast de burgemeester Gerard Renkema. Helemaal te gek dat we hier even een paar vraagjes mogen stellen. Burgemeester. Ja, Johnny. Ik heb begrepen dat voor de gemeenteraadsverkiezingen u iedereen een brief heeft gestuurd, alle jongeren, om ze te stimuleren om te gaan stemmen. Maar wat ik me nou afvroeg, waarom heeft u gekozen om ze een brief te sturen? Nou, hij valt wel op, hè, denk ik. Alle jongeren die voor het eerst stemmen, die krijgen een brief door de brievenbus. En die gaat volgens mij dan niet zo om bij het grof vuil. Je krijgt een brief van de gemeente. En dan denk je van, verrip, wat zou erin zitten? En dan maak je hem open en dan zit daar een oproep om in te gaan stemmen. Kijk, ja. Daar is over nagedacht. Ja. Nou, te gek. Ja. En toen u 18 jaar oud was, ging u toen ook stemmen? Ja, of ik al mocht stemmen toen ik precies 18 was, weet ik niet of dat ik iets ouder was. Dat is al zoveel jaar is dat geleden. Maar volgens mij heb ik elke keer daarna en vanaf toen heb ik elke keer gestemd. Kijk, ik vind het toch wel belangrijk. Ja. Heel belangrijk dus. En wat maakt het zo belangrijk om te gaan stemmen? Nou, als je het hebt over de gemeente en als je ziet wat er allemaal gebeurt, dan is dat toch wel belangrijk. Hè? Want je wilt toch graag bijvoorbeeld dat er voldoende sportvoorzieningen zijn, voldoende voetbalvelden, dat er een fatsoenlijk zwembad hier is. Als je hier naartoe fietst of je gaat met de bus, dat er voldoende openbaar vervoer is, of de wegen goed zijn aangelegd. Dat er bijvoorbeeld een jongerencentrum is. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen die jongeren bezig kunnen houden. En als je daar wat invloed op kunt uitoefenen, heel belangrijk. Nou, dat klinkt in ieder geval goed, maar... Als je nou moet gaan stemmen en je weet nog niet precies op wie je moet gaan stemmen, wat voor advies zou u de jongeren willen geven om er eens goed over na te denken op wie je wil gaan stemmen? Dat is best een lastige. Gelukkig hebben we hier maar 5 partijen, dus die keuze is al wat simpeler dan in een heleboel andere gemeentes. En wat zie je, er staan hier ook een heleboel bekende mensen op de lijst. Hebben we de vorige keer ook gezien, want een heleboel mensen gaan stemmen op mensen die ze kennen. Dat vind ik al belangrijk, hè, dat je goed nadenkt van, nou, ken ik iemand die misschien voor mijn belangen kan opkomen. En daarnaast, we hebben een heel mooi instrument. En dat is de stemwijzer. En de stemwijzer die kun je op website vinden. Maar toets je op internet in stemwijzer Nijkerk. Dan komt er een hele mooie site. En daar staat een aantal vragen. En vul je die vragen allemaal in. Dan komt er op een gegeven moment iets uit. En daaruit blijkt op welke partij jij het beste kunt stemmen. Kijk, dus eigenlijk is er gewoon een goede website waar mensen met wat vragen... Die vullen ze in en dan kunnen ze een beetje een goed beeld krijgen voor het stemmen hier in Nijkerk. Ja, ik heb het zelf ook gedaan en inderdaad, het is vrij simpel om te doen. Je bent in een paar minuten ben je klaar en dan rolt er iets moois uit. Nou, dat klinkt wel te gek, mensen. Hey, en
Als je nou kijkt naar, hè, we staan hier te vloggen enzovoort. Wat vindt u eigenlijk van die nieuwe generatie en al dat vloggen? Leuk. Ja, dit is ook leuk. Johnny Glitter die bereikt ook een heleboel mensen. En ik denk dat het belangrijk is dat je met vloggen je boodschap kwijt kunt. Jij kunt je boodschap kwijt, ik kan mijn boodschap daarin kwijt. En dat gaat hartstikke vlot. Dat is makkelijk om te doen. Kijk, lieve mensen, de burgemeester vindt vloggen dus ook helemaal goed en het nieuwe medium. Nou, ik denk dat het dan leuk is als u deze vlog afsluit waarin u een oproep doet aan iedereen om te gaan stemmen. Ja, mensen, ga alsjeblieft stemmen op 21 maart. Er is veel om voor te kiezen. Allemaal belangrijke dingen die in een gemeente gebeuren. Waar wordt een nieuwe woonwijk aangelegd? Hoe gaat het met sportvelden? Hoe gaat het met de wegen? Krijgen we jongerencentrum? Moeten we aandacht besteden aan drugs? Gaat het ook bijvoorbeeld de sluitingstijden van horeca? Wil ik op zondag kunnen winkelen? Enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen waar de gemeente over gaat. Ga naar die stemwijzer, vul hem in en er rolt vast wel iets uit. En als dat eruit rolt, ga op 21 maart daar gebruik van maken van je recht en stem. Stemmen dus. Ik zeg later. Dank u wel. Dank u wel. En succes met je step. Ja, dank u. Druk even abonneren. Geef een duimpje. Of schrijf even wat leuks onder dit filmpje.